is op het Hooghuis in Os, op locatie West, de eerste gezonde schoolkantine geopend. Okay. En ze willen eigenlijk in 2015 dat alle hooghuisscholen in Os hele gezonde kantines hebben. Wat vindt u daarvan? Ik vind eigenlijk best een goed idee. Want ik denk dat er heel veel snacks en dat soort dingen eigenlijk verkocht worden. Dus ik denk niet dat het zo heel slecht is. Vind ik helemaal prima. Ja, dat vind ik helemaal goed. En waarom vindt u dat zo goed? Omdat vet niet goed is. Dus voor mij mogen ze daar worteltjes en appels en peren en lekker fruit en lekker volkoren brood, een soepje. Nee, helemaal prima. Dat vind ik heel verstandig. Ja, ik vind al die vette snacks voor die kinderen, daar vind ik allemaal niks. Ik vind ze moeten gezond eten. En daar ben ik voor mijn kleindochter ook mee. Dus prima. Nou, dat zou ook wel heel handig zijn. Want nou verkopen ze echt alleen maar van die sausijzen broodjes en van die ongezonde dingen. Dus. En als er bijvoorbeeld smoothies, salades, dat soort dingen zouden zijn, dan zou je daar eerder misschien voor kiezen? Ja, ik vind smoothies persoonlijk heel lekker en salades ook wel. Ja, dat vind ik eigenlijk wel goed. Maar ik vraag me ook altijd af waarom dat de mensen of de kinderen thuis geen boterhammen meenemen. Ik vind het best wel leuk, want bij mij op school moet je ook iedere dag gewoon fruit of groente meenemen. Ja, ook wel weer goed, maar hier kan je zeg maar ook de stad in lopen om iets lekkers te kopen. Want jij zit hier op het TBL? Ja. Maar vind je het goed dat scholen zoiets doen, dat ze gezonde snacks aanbieden? Ja, dat ook weer wel. Best een goed idee, denk ik. Maar om het uit te voeren zal de lans worden, want de kinderen gaan toch weer iets anders op zoeken, denk ik. Denkt u dat kinderen eerder voor snacks kiezen? Ja, ik denk het wel, ja. En de boter gaan we weggooien. Ja, natuurlijk. Dat zullen de kinderen wel doen, ja. Maar als ze niet meer te krijgen zijn op school, dan houdt het op. Dat denk ik wel. Maar als je goed stimuleert op zo'n school en de dingen goed laat zien, dan denk ik dat de jeugd toch wel om kan gaan. Nou, als het smakelijk opgediend wordt en het ziet er heel mooi uit, zou best kunnen. Maar het ligt natuurlijk wel aan de presentatie, dacht ik. Zou je niet liever kiezen voor een lekker broodje kroket? Ja, tussendoor wel. Maar als je iedere dag een broodje kroket koopt, ja, dan word je op een gegeven moment ook niet leuk van. Bij ons in de kantine hebben ze zeg maar ook broodje gezond. En dat vind ik, pak ik dan ook soms wel. Dat vind ik best wel lekker. Dat vind ik lekkerder dan een broodje kroket. Ze zullen eraan moeten wennen, denk ik. Het is iets anders, maar ik denk dat het gezien deze periode wel beter is in verband met toch heel veel mensen die toch al sneller aangezet worden naar het dik zijn. Maar vindt u het goed dat scholen dat doen? Of heeft u zoiets van, eigenlijk ligt die verantwoordelijkheid bij de ouders? Beide. Op school wordt ook gedeeltelijk opgevoed, of tenminste het leren. Dus dat mag ook wel het voedingsproces meenemen. Het is wel een goede zaak, de school er ook achter staat, denk ik. Maar ook zeer zeker de ouders. Ik beheer bij de ouders natuurlijk in eerste instantie. Maar dat de school een beetje mee op toeziet, dat is wel goed natuurlijk. Voor een groot gedeelte wel, maar als een kind op school zit en de ouders zijn thuis, dan heb je geen contact met je kind. En gaan ze toch dingen doen waar jij niet bij bent. Dus een gedeelte ligt bij de ouders, een gedeelte ligt bij de school en ook bij het kind zelf.